De regionale gezondheidsdienst komt langzaam maar zeker uit de rode cijfers. Directeur Nishita Gayadin zegt dat zij met haar uitgestippeld beleid en de stem van de autoriteiten ervoor zal zorgen dat de dienst betere tijden tegemoet gaat. Ten aanzien van de financiële cijfers, zoals ik eerder zei, we zijn nog op dit moment in een herstelfase. Het is nog niet wat het wezen moet, maar step by step kan ik aangeven dat de cijfers in een andere kleur, in een mooie kleur, in een rode kleur, niet meer in de rode cijfers, maar in blauwe cijfers te zien zullen zijn. Maar we zijn ermee bezig. Het gaat niet makkelijk. U ziet, de regering heeft het ook niet makkelijk. Want van daaruit moeten natuurlijk de middelen vrijkomen. Er is natuurlijk ook een begroting goedgekeurd. En op basis daarvan krijgen we step by step de middelen vrij. En zo proberen we dus dan onze financiële positie dan recht te trekken. Gayadin zegt dat het niet gemakkelijk is om de gestelde doelen te realiseren. Ze verwacht medewerking van het totale personeel, omdat samenbundeling nodig is om de organisatie te laten groeien. De directeur beseft dat er veel werk aan de winkel is en dat zaken niet onderschat moeten worden.